Ovidius Metamorfose, boek 1, vanaf regel 504, Apollo en Daphne, fragment 5. Nympha Precor, aan het woord is Apollo. En hij zegt, Nympha Pene, dat is de vocativus van Nympha Penea, Peneïsche nymf, Precor, ik smeek je, Mane, blijf staan. Precor is een deponens, vandaar een passieve vorm. Non insequor hostis. Insequor is weer een deponens van insequi, achtervolgen. Dus ik achtervolg non, niet. Hostis. Hostis staat in de nominativus. Zegt dus iets over het onderwerp van insequor. En eigenlijk staat er dus ik achtervolg jou niet, vijand. En de enige manier om dat op te lossen is dat je accepteert dat dit een dubbelverbonden bepaling is, oftewel predicatief. En heel vaak kun je dan het woord als invoegen. Dan krijg je een prima zin. Ik achtervolg jou niet als vijand. Nympha, nymf, weer een vocativus. Mane, herhaalt hij, blijf staan. Zie ik op deze manier, dus de manier waarop jij aan het hollen bent, dan staat er een nominativus acna, dat is een lammetje, en een lupum, een wolf, dat is de accusativus. Dus ik zet hier nominativus en accusativus. Op deze manier een kerva, dat is weer een nominativus, en leonem, een accusativus. Op deze manier ziek aquilam, dat is de accusativus, hij draait hier de volgorde om. De persoonsvorm is columba, of de nominativus is columbae, duiven. En nu krijgen we eindelijk een persoonsvorm fugiunt, zij vluchten. Nou, die persoonsvorm vluchten, die moeten we ook in de voorgaande zinnetjes aanvullen. Dus op deze manier vlucht. En er staat hier meervoud, omdat columbae meervoud is. Als je het hebt over alleen een lammetje, dan zeg je natuurlijk een lammetje vlucht. Dus zo vlucht een lam lupum voor een wolf. Op deze manier vlucht een kerva een hinde leonem voor een leeuw. En op deze manier vluchten voor een adelaar columbae duiven. En dat doen ze met een ablativus absolutus, penna trepidante. Want er staat sic aquilam penna fugiunt trepidante columbae. Letterlijk met trillende vleugelpen. Dus met fladderende vleugels. Nou ja, een fladderende vleugel, maar goed, je snapt wat ik bedoel. En dan vat Apollo het in zijn prachtige redenvoering tijdens het hollen nog eens even samen. Hostis quaeque suos. Quaeque, elk, allemaal. Dat verwijst dus naar die acna, die kerva, die columbae. Allemaal suos hostes, hun eigen vijanden. Vul aan, ontvluchten ze. Dus allemaal ontvluchten ze hun eigen vijanden. Maar bij Apollo zit het anders. Hij zegt, de manier waarop jij aan het hollen bent, dat is zoals een prooi vlucht voor een roofdier. Maar amor, liefde est mihi, is voor mij de causa, de oorzaak. En sequendi is een gerundium in de genitivus, zegt iets over causa, de oorzaak of de reden van het vluchten. Liefde is voor mij de reden om te achtervolgen, sequendi. Me miserum, arme ik. Een accusativus van uitroep staat er in je aantekeningen. Nee, wordt hier gevolgd door een conjunctivus kadas en in een hoofdzin geeft dat een verbod aan een prohibitivus. Dat is een beetje gek. Eigenlijk staat er dus, je moet niet vallen. Laten we het even op een iets andere, prettigere manier vertalen, zoals in je boek wordt aangeduid. Pas op dat je. Dus pas op dat je niet valt. Prona, voorover. Vrouwelijk, omdat het hoort bij de jij en bedoeld is Daphne. Pas op dat je niet voorover dondert. Of we, dat je, en er staat in je aantekeningen dat je het woordje we hier moet vertalen met en. Dan loopt het Nederlands wat lekkerder. En pas op dat de centes, de doornstruiken, notent, weer een conjunctivus afhankelijk van dat nee, hè, dat die openkrabben, want notare betekent dus iets als openkrabben of schrammen. Dus, en pas op dat, dat de doornstruiken niet schrammen, jouw crura, jouw onderbenen. En bij die onderbenen hoort het bijvoeglijk naamwoord indigna. En dat betekent letterlijk onwaardig om, het niet verdienend om. En wat verdienen ze niet? Nou, dat heeft de vorm van de infinitivus passief van het werkwoord leidere, verwonden. Dus verwond te worden. Dus pas op dat je niet voorover valt. En dat de doornstruiken jouw benen openkrabben, die het niet verdienen om te worden verwond. En pas op dat sim, dat hoort ook bij dat woordje nee. En pas op dat ik niet sim, dat ik niet ben, de conjunctief van esse, tibi, voor jou,
De causa, de reden of de oorzaak, doloris, dat is een genitivus, hoort bij causa, de oorzaak van verdriet, namelijk als je zometeen valt en je benen openhaalt. Aspera qua properas loca sunt, ruw sunt loca, zijn de plaatsen, of is het terrein, want het woord plaatsen kun je natuurlijk goed weergeven met terrein. Ruw is het terrein, qua, dat is het voegwoord, waarheen jij properas, van properare zich haaste, dus waarheen jij je haast. Dus pas toch op, het is daar allemaal ruw terrein waarheen jij je haast. Moderatius oro cure, fugamque inhibe, een heel idioot verzoek van Apollo. Oro, ik smeek je, dan staat er cure, ren. En bij rennen hoort een bijwoord, dat is in dit geval moderatius. Aan de uitgang ius kun je zien dat het bijwoord van de comparatieves is. Dus ren, smeek ik je, gematigder, rustiger, dus vlucht alsjeblieft wat minder snel. Que, en, dat is weer het voegwoord, en inhibe, en houd in, rem af, je fugam, je vlucht, en hou je vlucht in. Dat is dan wat Daphne moet doen. Apollo stelt daar een belofte van zichzelf tegenover. Ipse, zelf, in sequar, dat is futurum van in sequi, achtervolgen. Dus zelf zal ik achtervolgen, namelijk jou, moderatius, gematigder of rustiger. Dus als jij er wat rustiger rent, dan zal ik je ook rustiger achtervolgen. Je begrijpt wat een idioot verzoek van Apollo dat is. Qui placeas inquire tamen? Inquire is de persoonsvorm, doe navraag, vraag toch. En dan staat er tamen, staat er toch, vraag toch tenminste. En dan daarvan afhankelijk staat er voor een afhankelijke vraag, cui placeas, vandaar de cognitivus as. Cui in de dativus, aan wie, en placeren betekent in de smaak vallen. En in de, in de tweede persoon enkelvoud dus een jij-vorm, jij valt in de smaak. Dus vraag toch na, doe toch navraag bij wie je in de smaak valt, met andere woorden wie ik ben. Non in cola montis, non ego sum pastor. Sum is de persoonsvorm, ego is het onderwerp. Ik ben non, niet, en het staat hier ook al niet, ik ben niet een incola, een bewoner montis in de genitivus, een bewoner van een berg. Met andere woorden, ik ben niet een of andere een van de onbeschaafde soort van grotbewoner in een berg, op een berg. Non ego sum pastor, ik ben niet een pastor, een herder. Dat is spreekwoordelijk onbeschaafde types zijn dat herders. Non hic armenta gregesque horridus observo. Observo is de persoonsvorm van observare, in de gaten houden. En horridus betekent iets als huiveringwekkend. Dus ik houd niet huiveringwekkend als ik ben, staat in je aantekeningen dat je dat predicatief kunt vertalen. Dus ik houd niet als huiveringwekkend type of huiveringwekkend als ik ben. Hic, hier, niet. Dus ik houd hier niet in de gaten, huiveringwekkend als ik ben. Mijn armenta, mijn kuddes, en dat gaat dan over runderen, que en mijn greges en mijn andere kuddes. Nou, en dat gaat dan over kuddes van kleinvee, van schapen en geiten. Dus ik zit hier niet tussen de koeien en de geiten. Neskis temeraria, neskis quem fugias, idioque fugis. Neskis staat er twee keer. Je weet niet temeraria, onbezonnene, dus je weet niet onbezonnene, bedoeld is Daphne natuurlijk, neskis, je weet niet, quem, weer een afhankelijke vraag. Vandaar de cognitivus fugias, van fugere, vluchten. Je weet niet quem, wie je fugias, wie jij ontvlucht. Idioque, en daarom fugis, en daarom vlucht je. Je hebt geen idee wie er achter je aan zit, het is geen wonder dat je wegrent. Dat gaat Apollo even uitleggen wie die dan is. Nou, mihi servit, mij, aan mij is onderworpen, aan mij is onderdanig, de Delphi Catellus, de aarde van Delphi, de Delphische aarde. En Klaros, de stad in Turkije. En Klaros en Tenedos, het eiland Tenedos. En de Patereiaque Servia en de Regia en het paleis van Patara, waar Apollo ook wordt vereerd. Dus die gebieden, die servit, ieder gebied daarvan is aan mij onderworpen. En hij geeft ook meteen nog even zijn stamboom. Jupiter est genitor. Jupiter is mijn verwekker, is mijn vader. Per me, door mij, patet, is de persoon van deze zin, door mij wordt bekend of ligt open, he, wordt openbaar. Quod, dat is het voegwoord, dat wat, dat is een bijzin met ingeslonden antecedent. Dat wat, en dan staat er que,
Die drie persoonsvormen erit, voerit en est worden met elkaar verbonden door kwe. Dus zowel A als B als C. En het zijn allemaal vormen van essen, maar dan in het futurum, in het perfectum en in het presens. Dus door mij ligt open dat wat zal zijn, zowel zal zijn, als dat wat was, als dat wat is. Dus verleden, heden en toekomst. Dat is een echte orakelgod. Per me concordant carmina nervis. Door mij concordant, van concordare, in harmonie zijn met. De carmina is het onderwerp, zijn gedichten in overeenstemming met, in harmonie met nervis, met snaren. Met andere woorden, ik zorg ervoor dat muziek en dat snarenspel en tekst, de gedichten goed bij elkaar passen. Ik ben de god van muziek en dichtkunst. Certa quidem nostraast, nostratam in una saguta, certior. De persoonsvorm in de eerste zin is est. Quidem betekent weliswaar. Weliswaar is nostra, de onze, certa, tref zeker. En dan denk je, ja, onze wat? Nou, dat is het woord sagita, dat je in het vervolg leest. Ovidius laat dat bewust weg. Dus de onze is weliswaar trefzeker, maar toch, tamen, is una sagitta, is één pijl trefzekerder. Er staat overigens geen est, dat vul ik aan uit het voorafgaande. Dan nostra, nostra heeft een lange a, certa quidem nostras, nostra tamen una sagitta. Dat is dus de ablativus comparationis. Dus toch is één pijl trefzekerder dan nostra, dan de onze, dan de mijne, want het is een poëtisch meervoud. Namelijk, de pijl quai, dat is het voegwoord dat terugslaat op die una sagitta, dat is de pijl die, vulnera fecit, die verwondingen fecit heeft gemaakt in vacuo pectore, in mijn lege borst. En hij is leeg omdat er geen liefde in zit, vandaar dat je het misschien beter kunt vertalen met open of toegankelijk, zoals het hulpboek je aanreikt. Dus de pijl die in het toegankelijke hart wonden heeft geslagen. Inventum medicina meum stopiferco per orbem dicor. Inventum meum, mijn uitvinding, est medicina, is de kunst van het genezen, de geneeskunst. Dus de geneeskunst is mijn uitvinding, daar ga ik over. Quo en dicor, ik word gezegd, ik word genoemd. En wat word ik genoemd? Ik word opifer, hulpbiedend genoemd, per orbem. Over de hele wereld, overal in de wereld, word ik hulpbiedend genoemd. En het, de potentia herbarum, en de macht van kruiden, de geneeskracht van kruiden, die is subjecta, is onderworpen, nobis, aan ons, namelijk aan mij, weer poëtisch meervoud. Je moet die dus de persoonsvorm est aanvullen bij subjecta est. En de kracht van kruiden is aan mij onderworpen. Emihi, wee mij. Quot, omdat nullis, dat staat niet voor niets vooraan, en dat komt weer met herbies, geen kruiden, en dat staat in de ablativus. Amor est, de liefde is sanabilis, te genezen. Wee mij, omdat mijn liefde te genezen is door geen kruiden. Met andere woorden, tegen mijn liefde is geen kruid gewassen. En omdat, nec, dat is het voegwoord, en omdat prosunt, van nut zijn domino, voor de meester. En het onderwerp is artes, de kunsten, de vaardigheden. En omdat de vaardigheden voor de meester van nut zijn, en er staat nec, niet, dus en omdat ze niet van nut zijn voor de meester, en welke artes gaat het dan om? Om de artes quai, die, prosunt, die van nut zijn, omnibus, voor allen. Het gaat natuurlijk om de geneeskunde, om het feit dat de meester van de geneeskunde helemaal niets heeft aan zijn eigen geneeskunde, terwijl iedereen verder wel iets heeft aan geneeskunst. Einde van deze passage.